Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom vanuit de Lutherse Kerk in Den Haag. Om te beginnen op deze 1 januari voor jullie allemaal een gezond, gelukkig en gezegend 2022 toegewenst. En ik hoop dat ik nog heel veel mooie uitzendingen voor jullie mag verzorgen, waar jullie van mogen genieten. Daarom is ook het eerste programmapunt een improvisatie over uren, dagen, maanden, jaren, een terugblik en ik wil u, o God, mijn dank betalen. Een vooruitblik dat we dit jaar hebben mogen bereiken. Op welke manier dan ook. Bedankt aan de donateurs. Bedankt de mensen die een donatie doen en ook met hun bedrijf ons steunen met een banner. Ook in dit nieuwe jaar gaan we weer proberen veel mooie uitzendingen te verzorgen. En het begint eigenlijk meteen met een hoogtepunt vanuit de Lutherse Kerk hier in Den Haag. Zoals ik al zei, een improvisatie over uren, dagen, maanden en jaren. En ik wil u, o God, mijn dank betalen. Geniet van de Lutherse Kerk in Den Haag.
Ja, na dit prachtige volle werk van het orgel in de Lutherse kerk in Den Haag is het tijd voor een koraalbewerking over Psalm 43. Vers 3, zendt Heer uw licht en waarheid neder. En een van de mooiste uitkomende stemmen op dit orgel vind ik altijd de sesquialter van het rugwerk. En als je daarbij neemt dat zingende hoofdwerk en bovenwerk, krijg je natuurlijk een prachtige combinatie, heel mooi geregistreerd door Hanno. Psalm 43, zendt Heer uw licht en waarheid neder. Ja, zo aan het begin van het nieuwe jaar lijkt het me mooi om te improviseren over een lied
Met de titel Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Als je hem als gids hebt, dan hoef je eigenlijk niet zoveel te vrezen. Ook al weten we totaal niet wat er dit jaar ons boven het hoofd hangt, wat er gaat gebeuren. Maar dan mogen we in het vertrouwen leven. Heer, wees mijn gids. Thank you.
Weer een improvisatie over een psalm. Een veelgevraagde psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Het eerste couplet wat ik al zei, God heb ik lief. Dan een couplet dat gaat over ik lag gekneld in banden van de dood. Mineur. En dan bouwen we op naar het vers ik zal uw naam met dank erkentenis.
bij het maken van het programma, toen dacht ik, een heel toepasselijk lied. Aan het begin van het nieuwe jaar is ruwe stormen mogen woeden. Wat er ook gebeurt, hoe zwaar de storm ook is, hoe zwaar de windkracht tegen ook mag zijn, dat we weten dat er een veilige haven is. En daar gaat het ook over in de improvisatie, over ruwe stormen. Thank you.
Psalm 133 en 134 is de volgende improvisatie. En eigenlijk is dat een soort bede voor het nieuwe jaar. En waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. En gevolgd door dat Heeren zegen op uw daal. Dat wens ik u allen toe. Prachtig lied uit de bundel van Johannes. De Heer is werk, want de nacht zal komen. En nu is het zo dat voor heel veel muzikanten het werk afgelopen jaar een heel stuk minder was dan anders. Maar we hebben toch altijd mogelijkheden kunnen vinden. Met name ook via de online concerten, dankzij de mensen thuis. Dat we ook daarmee aan het werk konden blijven. Dus een dubbele betekenis voor dit prachtige lied. Werk, want de nacht zal komen.
afgelopen jaar mocht ik dankzij goede vrienden heel veel keren vanuit de Lutherse online concerten geven. En daarom vind ik het ook heel erg fijn om de eerste dag van het nieuwe jaar hier ook te zijn. En wat heb ik genoten, en heel veel mensen met mij, van dit fantastische orgel hier in de Lutherse kerk. En van de gastvrijheid van de kosterij, uiteraard. En daarom lijkt het mooi om tot slot te improviseren over de psalm die gaat over het orgel. Psalm 150 in de tweede vers: laat zich het orgel overal bij het juichend vreugdgeschal tot des Heren glorie paren. Psalm 150.
met deze prachtige Psalm 150 zijn we aan het eind gekomen van de eerste uitzending van het nieuwe jaar. Ik hoop en ik spreek de wens uit dat er nog heel veel mogen volgen. En vooral dat er heel veel mensen thuis van zullen genieten en steun uit mogen putten. Want dat is op de eerste plaats waarvoor we het doen. Hartelijk bedankt voor het kijken. Hartelijk bedankt aan Hanno, de registrant, aan Wim en Ellen die het allemaal technisch voor elkaar gemaakt hebben en de mensen die geregeld hebben dat we hier in de Lutherse gastvrij werden onthaald. Bedankt voor de donaties. Bedankt aan de bedrijven die ons werk ondersteunen. Heel graag tot volgende week. En ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.